welkom bij de maandreading over maart 2023. De maand maart staat in het teken van loslaten en onderzoeken. Maar daar heb ik eigenlijk even iets meer over te vertellen. Want als we naar de energie van maart gaan kijken, dan komen we eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat maart gewoon een mengelmoes is van alles en nog wat. En daar één duidelijk hoofdthema aan koppelen bijna niet te doen is. Het gaat gewoon alle kanten op en gelukkig is de energie niet super intensief. Dus het is nou niet dat we te maken hebben met hele grote shifts of hele drukkende energieën. Dus eigenlijk is het gewoon een hele rustige maand waarin van alles nog wat zachtjes wordt aangeraakt, aangetikt en er niet één duidelijke grote lijn te ontdekken is. Maar ik zou ik niet zijn om het toch te proberen helder te krijgen voor jou, zodat je wel een beetje weet waar je op kunt rekenen en wat je kunt verwachten. En er zijn twee dingen eigenlijk die keer op keer aangeraakt worden in de maand maart. De eerste zijn de belemmerende energie en overtuigingen loslaten. Echt een stuk energetisch werk hierin. Dus echt energieën die niet van jou zijn, die in je aura hangen, die in je chakras zijn, die loslaten. Maar ook juist overtuigingen en energieën die wel van jou zijn, die je uit je verleden nog bij je draagt, die loslaten. Dus ook weer overtuigingen als ik mag niet, ik kan niet, die de afgelopen maanden aan bod zijn gekomen, komen toch alweer een keertje terug. De hoofdfocus in dit loslaten is het kijken naar wat jou nou meer rust geeft in je leven en wat je nog gelukkiger maakt. Daar zit echt de nadruk op, daar zit de focus op. Dus eigenlijk is het gewoon een maand waarin je mag kijken naar jezelf meer rustigen, jezelf gelukkiger maken. En je zal dat dus ook bij mij, als je mij volgt, regelmatig voorbij horen komen. Dat ik daar misschien zelfs een beetje in herhaling over val. Omdat het natuurlijk wel een hele fijne basis in het leven is om daarmee bezig te zijn en dat voor jezelf te creëren. Het andere wat iedere keer terugkomt deze maand is het doen van onderzoek. Het doen van onderzoek naar wat je gelukkig maakt, wat je levensvisie is. Daar hebben we in januari natuurlijk heel erg mee te maken gehad. Van waar geloof ik in? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn droomleven? Hoe kan ik dat creëren? Nou, dat komt hierin dus eigenlijk ook een stukje terug. Het onderzoek doen naar die levensvisie. Hoe kijk ik tegen het leven aan? Hoe zit het nu met dat droomleven wat ik gecreëerd heb en die zielsmissie die ik heb en de aandacht die ik daar aan besteed heb? Hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? Is eigenlijk een soort van inchecken daarop. En ook weer het onderzoeken van je eigen intuïtie. Hoe klinkt die ook alweer? Wat voor een boodschappen heeft je eigen innerlijke wijsheid voor jou? En daarin eigenlijk steeds meer je eigen adviseur en coach worden. Dat is wat daar in speelt. Maar nogmaals, heel zachtjes. En ik probeer nu een brei eigenlijk te kaderen, waarbij dat bijna niet mogelijk is. En dan gaan we het ook nog eens proberen in een weekoverzicht te stoppen. Dus dat wordt helemaal leuk. Je zal het ook merken in de weekreadingen in de maart die ik op YouTube online zet iedere week. Dat daar best wel even toevoegingen bij kunnen komen per week. Omdat de energie dan helderder is, omdat we er minder in zitten. Maar wat we in ieder geval merken is die week die ik al in februari heb besproken. In de maandreading van februari, van 27 februari tot 5 maart. Hebben we te maken met de balans creëren tussen rust en ongeduldig zijn. Dus je rust nemen, mogen opladen van jezelf. Maar ondertussen ook het gevoel van ik wil iets doen, ik wil iets doen, ik wil iets doen, ik wil iets doen. Daar een soort van balans in vinden van mogen uitrusten. Maar ook van jezelf in de actie mogen zetten en mooie dingen mogen creëren. Nou, groene avonturijn en lavendel zijn daarbij heel erg fijn. Daar hebben we het er ook over gehad. Groene avonturijn omdat het een rustbrenger is. Je helpt te ontspannen en lavendel is natuurlijk ook een fijne ontspannende geur voor in een diffuser. Een van de meest onderzochte geuren volgens mij op wetenschappelijk gebied. Nemen we de week erna 6 maart tot 12 maart. En als we daarnaar kijken, dan zien we dat het echt in teken staat voor je lichaam zorgen, je lichaam voelen. Hier weer gewoon zijn in het hier en nu en daarbij ook je verbinden met de natuur, met moeder aarde. En dit heeft echt te maken met een stukje, ik mag mijn leven leven. Ik mag hier zijn. Dus ook heel erg sterk verbonden met dat heiligbeenchakra en met dat stuitchakra. Ik ben hier, ik woon hier als ziel in een lichaam. En dat lichaam verdient mijn aandacht, verdient het ook om gezond te zijn. En verdient ook dat ik mijn best doe, en natuurlijk binnen de mogelijkheden die je hebt, om daarvoor te zorgen. Want ja, als je net als ik een lichaam hebt die toch beperkingen heeft, dan loop je misschien die week een beetje tegen je eigen lichaam en beperkingen aan hierdoor. Nemen we 13 maart tot 19 maart.
Dan hebben we te maken met blokkades die je geluk in de weg staan en die je loslaten. Dus dat kunnen energetische blokkades zijn van energieën die je overgenomen hebt. Het kunnen blokkerende overtuigingen zijn, zoals die ik mag niet, of het lukt me niet, of ik verdien het misschien niet om gelukkig te zijn. Het kan zo'n hele onbewuste, diepgaande blokkade zijn. Oh, vergeet trouwens de edelstenen van 6 tot 12 maart. Daar kom ik zo meteen op terug. De edelstenen bij die week van 13 maart tot 19 maart is jade of jade. Want dat is echt de steen van jezelf zijn en van gelukkig zijn en geluk aantrekken en harmonie creëren. En jasmijn, omdat het gewoon een vrolijke, maar ook rustgevende geur is. Een soort van lentegeur is. Ook een beetje natuurlijk met het oog op 21 maart daar gekozen al. Omdat het gewoon lekker fleurig is, lekker tot bloei komen is. De stenen van 6 maart tot 12 maart, daar zou ik nog even terugpakken. Mossen gaat, teruggaan naar je natuur, verbinden met de aarde. En dennen eigenlijk hetzelfde, ontspannen, loslaten, teruggaan naar je eigen natuur, verbinden met moeder aarde. Die twee hebben eigenlijk een soortgelijke energie daarin. Dan hebben we 20 maart tot 26 maart, jezelf losmaken van belemmerende energieën. Die week heeft daar dus nog meer mee te maken. Dit kunnen dus wel belemmerende energieën zijn van jezelf, van emoties die je vroeger hebt gevoeld, die je nu geparkeerd hebt, die je nog niet verwerkt hebt. Blokkerende energieën, belemmerende energieën die ontstaan zijn omdat je misschien heel kritisch op jezelf geweest bent, heel streng voor jezelf geweest bent. En ook een energie die je eventueel van anderen hebt overgenomen. En je weet het, als je een energie van een ander hebt overgenomen, dan heeft dat een ingang gevonden bij jou. Dus dan is er iets in jou wat daarmee resoneert, wat daarmee in overeenstemming is of soortgelijk is, waardoor dat binnengekomen is. Dus het is ook altijd weer een uitnodiging om aandacht aan jezelf in jezelf te besteden als dat gebeurt. Toeremalijn, steen die helpt om vervelende energie af te voeren en buiten jezelf te houden. Eventueel te vervangen door hematiet, als je dat een fijnere steen vindt, want die helpt je te verbinden met de aarde. En daarmee ook belastende energie aan de aarde, naar de aarde af te voeren. Rozemarijn, zachte beschermende energie. Ook weer verbonden met geluk. Geluk aantrekken als we kijken naar de energetische en witte magiewerking. Maar ook juist met energetische bescherming. Dus ik vond dat een mooie combinatie vandaar. En ook lekker houtig, lekker aardend. 27 maart tot 2 april. Ruimte maken voor nieuwe dingen en voor transformatie. Daarbij hebben we dus natuurlijk best wel veel opgeruimd. Hè. Blokkades opruimen van 13 tot 19 maart, 20 tot 26 maart. Belemmerende energieën loslaten. Jezelf ervan losmaken. Dus er is daardoor energetische en mentale, emotionele ruimte ontstaan. En ja, die ruimte die mag er natuurlijk zijn om nieuwe dingen te proberen. Te onderzoeken waar je passie ligt. Onderzoeken wat leuke hobby's zijn voor jezelf. Te onderzoeken wat je blij maakt. En daarin ook weer een transformatie aangaan. De transformatie van februari komt eigenlijk hier een beetje terug. Om die stappen te zetten die je toen al aan het zetten was. Dan hebben we de Angel Aura Quartz als edelsteen. Ik denk, pak even een hele andere edelsteen. Want die past hier veel beter bij dan de stenen die we normaal wat vaker herhalen. Juist omdat het een steen is die je aura reinigt. Die je trilling verhoogt. En die helpt te verbinden met de engelen. En je aura oplaadt. Het is gewoon een hele lekkere, spirituele, energetische steen. En hebben we bergamot als geur. Juist ook omdat hij helpt voor jezelf te kiezen, bij jezelf te landen. Is ook een geur die vaak ingezet wordt bij meditaties. Om goede boodschappen van jezelf te channelen. Je intuïtie goed te verstaan. Die zit hier dus ook in. Hè? Het luisteren naar je intuïtie. Het luisteren naar jezelf in deze week. Dus die zou ik te aanraden voor in de diffuser. De belangrijkste dagen op een rijtje. En ik ga natuurlijk eens proberen ook te vertellen hoe ze naar elkaar overgaan. Nou, daar hebben we. Dan zie je ook al best wel een tijd dat er niet zo heel veel speelt. Van 1 tot 7 maart. Dat is dus ook zo'n week waarin we energetisch aan het loslaten zijn, opladen zijn, tot onszelf aan het komen zijn. Er gebeurt gewoon gelukkig even niet zo heel erg veel. En dat is gewoon heel prettig. Dat is een hele rustigende, kabbelende energie waarin vooral heel veel afgevoerd wordt en losgelaten wordt. Ja, dat zien we natuurlijk ook van die 27 februari tot 5 maart. Een beetje aarde, een beetje die balans creëren. Bij je lichaam inchecken, dat zit er allemaal in. Dan komt de volle maan van 7 maart. En daarin word je gewoon uitgenodigd om in te checken bij je lichaam. Daar goed voor te zorgen, die goed te voelen. Dus je merkt ook dat je die volle maan niet echt helpt te gronden en te landen. En als er dingen zijn die je dwars zitten aan het leven, dus die je moeilijk vindt aan het leven te omarmen en te accepteren, en waarvoor nog iets in jou zegt, ik wil hier niet zijn,
dan ga je met deze volle maan daar waarschijnlijk wel mee geconfronteerd worden. En dan helpt het dus juist om naar buiten te gaan en je te verbinden met de natuur. Want die heeft zoveel fijne, mooie energieën. En ja, die aarde, daar hoor jij gewoon bij. Want je hebt een lichaam en jouw lichaam hoort bij de aarde. Dan hebben we ook weer een aantal dagen een beetje rust. Dan zijn we eigenlijk heel erg bezig met dat lichaam. Dan zijn we heel erg bezig met gezondheid. Het is ook een hele fijne dagen tussen 7 en 13 maart om te kijken naar je voeding. Naar wat je tot je neemt. Al die andere mooie dingen. Ook even een goed moment om te starten met rustig lichamelijk bewegen. Met oefeningen doen die goed voor je zijn. Niet om gelijk af te vallen of een sixpack te creëren. Zou ik wel willen hebben, maar daar gaan deze dagen niet gelijk om. Het gaat er vooral om dat je lekker voor jezelf zorgt. En het is een goed moment om gezonde gewoontes te starten. 13 maart is een poordag. Een dag waarop de sluier tussen ons en het universum op zijn dunst is. En die zet eigenlijk door met ongezonde gewoontes loslaten. Daarvoor is het ook zo fijn als je een klein beetje beweging gecreëerd hebt in de dagen ervoor. Dus die geeft daar gewoon een boost aan om die ongezonde gewoontes los te laten. Nou, dat gaat 14 maart eigenlijk gewoon door. En dan hebben we 15 maart het laatste kwartier van de maan. Dat is eigenlijk altijd een energie die helpt terug te blikken, te analyseren. Een beetje de kassa op te maken, het overzicht te creëren dus. En wat we daarin merken is dat dat onderzoek stimuleert. Het onderzoeken naar wat je echt gelukkig maakt en wat je plezier geeft. Want er zijn zoveel dingen waarvan je zegt van dat wil ik doen. Maar eigenlijk heb je er helemaal geen zin in. Ook al weet je dat je het misschien wel interessant vindt. Het voelt gewoon niet fijn omdat je bang bent dat je het niet kan. Of omdat het nog te nieuw is of te groot is. En ja, je mag ook gewoon simpele kleine dingen doen die je gelukkig maken en plezier geven. En daar nodigt die laatste kwartier dus toe uit. Om te zeggen van, wat zijn dan meest simpele en kleine dingen om te doen om jezelf gelukkig te maken? Dan hebben we 17 maart, dat is ook een poordag. 16 maart zet dus eigenlijk door op het laatste kwartier. Een beetje dezelfde energie. 17 maart is een poordag. En die heeft te maken met jezelf succes en geluk gunnen. Je hebt echt wel dingen mogen doen voor jezelf. Waarvan je weet dat die gelukkig maken. Waarvan je weet dat die je een stabiele basis geven in het leven. Jezelf gewoon meer gunnen. Kan ook heel goed zijn op die dag dat je hele toffe ideeën krijgt. Om meer financiële vrijheid voor jezelf te creëren. Want die zit hier ergens in verweven in die energie van die poortdag. Dat zet ook een paar dagen door tot 21 maart. Nieuwe ideeën krijgen, voor jezelf onderzoeken. Je intuïtie wordt hier ook wel tussendoor duidelijker. Van dat je toffe ingevingen hebt. En dan merken we 21 maart dat dat de nieuwe maan is. En die heeft een beetje de neiging om door illusies heen te breken. Patronen te ontdekken, verbindingen te ontdekken. En ook te kijken wat je daarmee wil doen. Dus als er nou mensen in jouw omgeving zijn die niet helemaal eerlijk tegen je zijn. Of als er situaties zijn die beter lijken te zijn dan ze zijn. Dan is dit echt een maan die door al die illusies heen prikt. Je derde oog dus ook opent. Dat is verbonden met derde oogchakra. En dat je ineens ziet van ja, weet je, dit klopt gewoon echt niet. Maar ja, wat wil je daar dan mee? Hoe wil je daar dan in gaan staan? Wat wil je daarmee gaan doen? Wil je iemand helemaal uit je leven verwijderen? Wil je gewoon doorgaan zoals het altijd al ging, maar gewoon met dit in je achterhoofd? Want er hoeft niet gelijk wat te veranderen. Of wil je juist zeggen, ik zet iemand net even wat verder weg van mezelf en neem wat minder contact op, onderhoud het contact minder. Dat speelt dus in die maan. Dat zet ook weer een paar dagen door, want dat moet even landen, dat moeten we even verwerken, moeten we eventjes een soort van nieuwe realiteit omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat werkt door tot de poordag van 24 maart. En die staat in het teken van wonden en blokkades uit je hartchakra helen. Want het is logisch, hè? Je gaat dingen doorzien. Maar wat je ziet is niet altijd even leuk. Je kan zien dat dingen veel leuker zijn dan je dacht. Want het kan ook door, ik kan het niet, blokkades, illusies heen breken. Maar het kan ook echt wel zijn dat je mensen ziet waarvan je denkt van, oeh, je bent niet zo leuk als dat ik dacht dat je was. Of je bent niet zo goed voor mij als dat ik hoopte dat je zou zijn. Bijvoorbeeld met contact onderhouden. Ja, dat doet zeer. Dus die poortdag van 24 maart, die helpt je die pijn te helen die daar uit losgekomen is. En de blokkades in je hartchakra die daardoor ontstaan kon zijn, los te laten en te helen. En je ook weer te onderzoeken, helpen onderzoeken daardoor wat je daarmee wil doen. Hoe je wil zijn, wie je wil zijn in die situaties. Nou, 25 maart is ook een poortdag. En die gaat over momenten creëren om met anderen te genieten. Want je hoort eigenlijk al zeggen, die nieuwe maan is best wel op relaties gericht. Doorzien wie mensen werkelijk zijn.
Maar daardoor kunnen we soms uit de verbinding treden met mensen die wel goed voor ons zijn. Of het lastig vinden om mensen te vinden die bij ons passen. Want het kan ook zijn dat je daar nog naar op zoek bent of daar juist nu voor open staat. En die poortdag van 25 maart, die helpt je eigenlijk situaties te creëren, dingen te organiseren. Echt praktisch om te genieten met andere mensen. Of juist ideeën op te doen waar je nieuwe leuke mensen zou kunnen leren kennen. Dus die is best wel heel erg gericht op het creëren van fijne verbindingen. Dus dan kan het ook zijn dat iemand die je bijvoorbeeld heel lang niet gesproken hebt, maar die wel heel erg bij je past, dat die weer contact opneemt. Dan hebben we 29 maart. Dus 25 maart tot 29 maart zitten we hier een beetje in te vroeten. Onze intuïtie wordt duidelijker, want het derde oog is geactiveerd met de nieuwe maan. We zijn een beetje aan het kijken wat we willen. We zijn een beetje aan het onderzoeken naar nieuwe mensen die bij ons passen. En dat kabbelt eigenlijk ook gewoon weer zo door. En dan hebben we 29 maart het eerste kwartier. En die neemt eigenlijk de laatste staartje van de maand over die energie. En die staat in het teken van minder doen voor anderen en meer voor jezelf. En dat is logisch, want je bent eigenlijk die dagen ervoor best wel een beetje bezig geweest met, ja, hoe kan ik nou leuke relaties met anderen opbouwen, leuke mensen leren kennen. Maar dan komt de valkuil kijken dat je niet genoeg voor jezelf zorgt. Dat je te veel bezig bent met voor die anderen zorgen om leuke verbindingen te creëren. Maar het mag echt puur vanuit je hart komen. Het mag vanuit die overvloed aan energie komen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf weg gaat cijferen. Dat je jezelf gaat veranderen om erbij te horen. Dus die eerste kwartier van 29 maart die zegt, ho, let even op deze valkuil. Vanuit jezelf verbinden is goed, maar je niet jezelf wegcijferen om dan te kunnen verbinden, want dat werkt niet. Dus minder doen voor anderen en meer doen voor jezelf. Voor jezelf kiezen en jezelf beschermen. En dat zet die laatste dagen van de maand maart ook door. Dan gaan we even kort kijken naar de sterrenbeelden voordat we de oefening induiken. En ik ga je even kort doorheen. Je kunt het natuurlijk ook altijd lezen in het e-boekje, een PDF-bestand wat je kunt downloaden via de link in de video-omschrijving. Dus in de omschrijving onder de video vind je een linkje, daar word je meegenomen. En dan vind je de link om het PDF-bestand ook weer te downloaden, de knop om het PDF-bestand te downloaden. En dan staat het allemaal in, kun je het rustig teruglezen en jouw ding mee doen. En de boodschap voor Ram deze maand is, geef niet toe aan de verleiding dingen anders te gaan doen. Je weet wat werkt, je hebt het al ontdekt. Het wordt nu misschien een beetje saai om die dingen te blijven doen, maar ga vooral door met wat je weet dat tot nu toe voor je gewerkt heeft. Daar niet mee stoppen, niet in de verleiding gaan om nieuwe dingen te proberen. Stier, een van je talenten is andere mensen begrijpen en ze helpen met hun valkuilen aan te wijzen en ook te adviseren in hoe ze die kunnen overwinnen. Maar vergeet jezelf niet. Voor het laatste stuk van de maand zal voor jou pittig zijn. Je mag best wel wat vaker nee zeggen. Tweelingen. Oude dingen komen terug. En mensen van vroeger komen weer in je energieveld. Vooral met die poortdagen dus, hè, waar we het over hadden. Bescherm jezelf goed. En voel goed wie goed voelt en wie niet. Zo creëer je ruimte voor leuke mensen, leuke dingen. Stap niet in die valkuil om je weer weg te cijferen voor die mensen die niet bij je passen. En stel je juist weer open daardoor voor mensen die een aanvulling zijn op je leven, wat al mooi mag zijn. Kreeft, deze maand staat voor jou in het teken van wat echt belangrijk voor jou is. Maar het staat in het teken van focus, jezelf terugtrekken in wat voor jou belangrijk is. Dus echt je focussen op de mensen die heel dichtbij je staan, die je dierbaar zijn. En ook gewoon de rest van de wereld buiten de deur houden. Dus het kan ook zijn dat je juist zegt, ik wil even helemaal alleen zijn. En de rest van de wereld buiten de deur houden. Leeuw, blijf jezelf bewust van je energie en van je geld. Geef alleen weg wat je meer dan genoeg hebt. Dus wat je echt makkelijk kunt missen. Want dit is de maand om je grenzen aan te geven, bewuste keuzes te maken. Dus ook nee zeggen. Maagd, het focuspunt van maart voor jou is je levensvisie helderder maken. Dus door te pakken met waar je de afgelopen maanden mee bezig bent geweest. Er komen nieuwe inzichten op je pad die bestaande wijsheden gaan aanvullen. Dus jij gaat lekker groeien in je eigen wijsheid, in je eigen visie. Weegschaal, ook voor jou is het deze maand belangrijk om niet te veel klaar te staan voor anderen. En te veel van jezelf weg te geven. Je hebt namelijk ideeën en doelen om uit te werken. En je zielsmissie mag voorrang krijgen, die vraagt nu om aandacht. Schorpioen. Deze maand wordt je intuïtie sterker en je paranormale gaven ontwikkelen zich verder. Dus voor jou is het echt de maand van de intuïtie. Je derde oog is aan het helen, dus je weet wat daar gebeurt met die maan. Volgens mij was het met de volle maan en de poortdagen. En dit vraagt je aandacht. Speel daarom met je gaven, doe leuke spelletjes ermee, doe simpele oefeningen ermee. Boogschutter,
Het is tijd om al die dingetjes op te pakken die je aan het uitstellen bent geweest. Die in die kast liggen, die stapel aan boekhouding waar je niet aan toe bent gekomen. Die dingen knagen namelijk aan je energie, zitten in je achterhoofd te rommelen. En het is tijd om de koe bij de horens te pakken en die oude problemen op te lossen, want ze kosten je veel te veel energie. Steenbok, laat de dingen los die niet jouw verantwoordelijkheid zijn en waar je eigenlijk niets aan kunt doen. Probeer juist meer met jezelf bezig te zijn en deze maand nog meer je eigen adviseur en coach te worden. Dus als een beste vriendin in jouw schoenen zou staan, iemand waarvan je heel veel houdt, wat zou je diegene dan adviseren? Dat is eigenlijk de oefening die jij deze maand mag hebben. Daarnaar luisteren. Ja, jij mag met jezelf bezig zijn. En jezelf adviseren en je eigen wijze toepassen in je eigen leven. Waterman, houd je lichaam warm. Kou kan enorm in je lichaam slaan. En kou doet je op geen enkel niveau goed. En dan loop je een beetje het risico te gaan kwakkelen. Dus jouw lichaam staat echt centraal deze maand en gun jezelf wat meer rust. Al is het alleen maar om net even wat meer te slapen. Het is tijd om meer vrij te plannen en even helemaal niks te hoeven doen. Je hebt hard genoeg gewerkt. Vissen, probeer minder te investeren in je werk. Ook jij bent hard gegaan. Ook jij hebt te veel gegeven. En er zijn eigenlijk dingen in je leven waar je veel meer aandacht aan wil geven. Dingen die je belangrijker vindt. Neem de tijd om je agenda en je leven te observeren en eens te kijken wat er nou allemaal in die agenda staat. Neem de tijd om dat ook te kijken wat je daarin wel en niet wilt. En strakjes, zeker aan het einde van de maand, komt een momentum dat je daar dingen in door gaat strepen. Vaker nee gaat zeggen tegen activiteiten, tegen dingen die gepland worden. Want je hebt meer rust nodig en dat kan jou gelukkiger maken. Oefening. Ja, ik hou van schrijven, ik hou van zelfreflectie. En ik zat het door te nemen en ik denk, ja, een energetische oefening, dat is eigenlijk gewoon niet lekker, vind ik hierbij. Dus ik ga toch naar een schrijf zelfreflectie oefening. En ik weet dat sommigen daar echt niet blij van worden dat ik dat zeg. Maar toch heb ik even de vrijheid genomen om het met je te delen wat ik zou willen delen hierin. En wat mij tof lijkt, is als je elke week stilstaat bij de vragen, wat wil ik loslaten als ik terugkijk op deze week? En wat wil ik volgende week creëren als ik kijk naar waar ik nu naartoe wil? Waar ik nu ben en waar ik naartoe wil. Dus wat wil ik loslaten als ik kijk naar de afgelopen week? En wat wil ik creëren als ik kijk naar waar ik nu sta en waar ik naartoe wil? Dus welk stapje wil ik zetten? En dat pakt zo meer een mooie tweesplits. Iemand loslaten kan iemand zijn, kan de energie zijn die je voelt, een blokkerende overtuiging, een emotie. En creëren kan gaan over je zielsmissie of meer rust of meer ruimte voor leuke mensen. Het kan al die vlakken kan het raken. En daarvoor koos ik ook voor deze oefening. Omdat ja, toch voor iedereen deze maand anders gaat zijn. Hij gaat echt voor iedereen heel anders zijn. Als je worstelt met die energie overnemen en nee zeggen. Dan kan het ook eens interessant zijn om aan jezelf te vragen elke week. Van wie draag ik energie bij me en wat zou ik ermee willen doen? Dus die kan je als derde vraag hier aan toevoegen. En luister daarbij natuurlijk weer naar je eerste ingeving. Want dat is je intuïtie. Je kunt deze vraag in gedachten stellen. Het is ook heel leuk als je iemand kent waarmee je dat kan doen om ze met iemand te bespreken. Als je HSPL-lid bent, kan je het in de community met de leden, met je zielsfamilie, met je HSPL-familie bespreken. Maar je kan ze ook opschrijven. En vooral het laatste vind ik dan fijn, want als je ze opschrijft, kan je kijken aan het einde van de maand wat nou iedere keer je antwoorden zijn, welke herhalingen erin zitten, welke rode draad erin zitten. Want dan weet je ook weer waar je aandacht aan mag besteden in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dat gezegd hebbende, ga ik hem weer afronden en wens ik jullie een waanzinnige, toffe maand toe.